allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik jullie iedere keer zeg, met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zou je niet naar een stageplay gaan die One Voice organiseert? Die gaat over de fearless women in de Bijbel. Nou, dat kan en One Voice is hier en ze gaan me er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Sabrina, hi Latifa. Hi, hoe gaat het met jou? Het gaat. Yes. Jullie weten niet meer hoe heen, hè? Jelena. Zie je, Latifa luistert wel, dus, hè? Ik wilde niet aanwagen dat ik het verkeerd uitsprak, dus ik... You played it safe, oké. Okay. Yeah. Ook goed. Ik wil bijna de naam van een vrouw in de Bijbel zeggen, maar... Ik ga het laten. Okay. Het gaat goed met jullie. Ja, het gaat goed. Gesprekje, of tenminste hebben jullie me verteld dat er gewoon een prachtig evenement eraan komt. Yes. Jullie gaan een stageplay organiseren. Yeah. En het gaat over de vrouwen uit de Bijbel die gewoon hebben getoond dat zij geen angst hadden. Zo, eigenlijk wil ik dat jullie me nog een keer vertellen what is going to happen. Dus we hebben een stageplay voorbereid. De dames uit de Bijbel, zoals je al zei, om ze even de revue te laten passeren, gaan we kijken naar Sarah, Esther, Hadassah, Maria Magdala en Maria van Bethanië, beide. Gaan we dus, no offense, want schijnbaar ben ik niet zo sterk in de Bijbel. De ene was Jezus zijn moeder en die andere was Jezus zijn... Nee, geen van beide waren zijn moeder. Van Bethanië was de zus van Martha en Lazarus. Yeah. Zo herkennen de meeste mensen dat. En Maria Magdala, dat was de Maria die met Jezus meetrok. Ze was een van zijn discipelen eigenlijk. Yeah. Een van de extra mensen die met hem meetrok. En die voor hem zorgde dat hij at en dat hij alles had. Mm. Dus zij was heel dichtbij. Yeah. Ja, dus dat zijn de vrouwen die we onder andere gaan belichten. We gaan ze hun verhaal brengen naar 2024. Mm-hmm. En wat moet ik verstaan onder we gaan die vrouwen brengen naar 2024? We hebben het stuk dus een beetje gemoderniseerd. We gaan dus niet terug naar die tijd, zoals het toen gebeurde. Maar we gaan dus wel de rode lijn van hun verhaal ga je dus herkennen in het stuk. Mm-hmm. En we hebben de situaties van deze tijd gebruikt om dat tot uiting te brengen. Oké. Okay. Het is nu wel, we zijn gewoon alleen helemaal mee. En dit zou gewoon geweldig zijn. Gewoon als het op 8 maart was geweest, de dag van de vrouw. Why now? Het is nooit te laat natuurlijk. What happened? Nou, de voorbereidingen zijn een beetje uitgelopen. En we willen toch iets productiefs neerleggen. Kwalitatiefs. Yeah. Dus hebben we het een beetje verschoven. En is het dus eind van de maand. Oké, okay. Oké, okay, goed. I can live with that. Ja, we willen weten dat mensen de kwaliteit verdienen, dus daarom iets extra tijd. Ja, oké, goed. Het gaat gebeuren, dat is belangrijk. Ja. So, om niet in de war te raken, is er een verschil tussen een toneelstuk en een stageplay? Want het is geen musical. Nee. So, een musical is helemaal uitgebreid. Van de lijst. Een toneelstuk is meer cabaret. Mm-hmm. En wij gaan dus de mensen niet laten lachen. Per se laten lachen. Mm-hmm. Er zijn wat komische stukken in, maar het gaat dus nu meer om de fusion van ook wel muziek en drama. Yeah. Oké, okay. Dus we gaan huilen. Ja, yeah, absoluut. Okay. Kom met de tissues. For sure. Oké, so... Het idee erachter is gewoon amazing. Mm-hmm. Jullie zijn waarschijnlijk al een tijdje bezig, want jullie iets kwalitatiefs neerzetten, which I very much appreciate. Maar hoe is het proces voor jullie zelf geweest om dit tot stand te brengen? Want ik heb het net ontdekt van jullie, dat er eigenlijk niet zoveel verhalen over vrouwen in de Bijbel zijn. En dat die verhalen die jullie hebben gevonden, super kort zijn. So how are you making it to one big stage play? We hebben... dat idee bedacht. We hebben de Bijbelstudies gedaan met elkaar, waar we dus de stukken hebben geïdentificeerd. En we zijn toen gaan kijken van wat willen we vertellen. Mm. En hoe willen we dat vertellen? Toen hebben we het aan elkaar geviseerd. We hebben met elkaar een script opgemaakt. We hebben hem gespeeld om te kijken, werkt het? Mm-hmm. En toen hadden we een paar gaten, toen zijn we deskundigen erin halen. Want je doet het vaker, maar op een gegeven moment zie je het niet meer. Mm-hmm. En toen hebben we mensen die er meer weet van hebben dan wij, gevraagd van, hey, kijk ernaar, geef ons aan wat je wil, of denk dat beter kan zijn. En toen hebben we hem herschreven.
En toen vonden we hem goed. Mm-hmm. En toen zijn we de muziek in gaan gooien. En ja, maar dus het geheel. Het was een challenge om de juiste muziek te vinden bij elk dramastuk. Maar is het dan ook recente muziek? Absoluut. We doen black gospel erin. Oké. Okay. Dus okay, maar alleen gospel, dus geen... secular music, as we call that. Kapalani. Nee. Met een gospel tekst. Nee. In dit geval niet. Nee. Okay. We houden het echt bij gospel. Black gospel music hebben we dus gebruikt om hem aan elkaar te fuseren. En onze musical director, Lloyd Frieda, heeft ons helemaal daarbij ondersteund. Om de partijen uit te schrijven, de muziek eronder, de begeleiding. Dus we hebben dit keer geen live band, maar het is wel helemaal digitaal uitgewerkt. On cue music hebben enzovoorts. En it seems like y'all have it on lock. Yeah. Yes, so we work on it. So yes. Nee, dat moet het wel lukken. Ik heb het volgens mij nog niet gevraagd, maar spelen jullie zelf ook in het stuk? Ja, wij spelen in het stuk. Ik ben... Let me guess. Hadassah. Nee, jammer genoeg niet. Jij bent Hadassah. Ja, ik ben Esther. Close enough. Ja, ik ben Maria Magdala in het stuk. Yeah. Jesus' girlfriend. Yeah, you can call her that, yes. Wanneer jullie zo in het proces bezig zijn, to make the, ik moet dan echt expliciet zeggen, stage play come to life, as you go through their stories, het is misschien wel meer more relatable to how life is at the moment, maar hoe is dat als actrice om zo in de rol te komen? Hoe heb jij het ervaren? Nou, toen we bezig waren met de voorbereiding, moest je echt iemand zoeken die een beetje bij je past. En ik kon me toch best relateren met Esther. Dat je soms inderdaad in bepaalde momenten van je leven echt moet kiezen van, hey, ga je luisteren naar mensen of ga je luisteren naar God? En vandaar ik voor haar heb gekozen. Dus ik kon wel connecten met haar. En ik heb mijn eigen tintje aangegeven. Ja, voor mij was het bijna hetzelfde proces. Het was kiezen de persoon die past bij dat wat ik op dit moment in mijn leven meemaak. Dus het was heel makkelijk om te zeggen van ik kies voor haar omdat het verhaal gewoon past bij wat ik nu doorsta. Jullie hebben jullie harde werk gedaan, voorwerk gedaan, music, everything is ready. Dus nu is gewoon het belangrijkste. Wanneer is het? Hoeveel kost het? Hoe laat begint het? Hoeveel mensen kunnen komen? Want dit moeten mensen zien. Ja. De stage play is op 31 mei en op 1 juni. De locatie is de Emmanuelkerk aan de Vergeet-me-niet-straat. En ja, de mensen mogen zich registreren voor een plekje. En ja. It's free. I wouldn't say it's free. We vragen een kleine donatie. Alleen maar dat we uit de kosten komen. Het is dus niet per se commercieel op dit moment. Maar we wilden dus wel de boodschap brengen. Nee, ladies, ik zou zeggen, gewoon doen. Alvast heel veel succes. Thank you. Ik hoop op een ik kan niet zeggen uitverkochte zaal, want het is for free. Maar dat jullie grote donaties krijgen en geen kleine. Dat hopen we van harte. En dat jullie echt uit de kosten komen. Dat jullie genoeg geld over hebben, dat jullie nog meer van deze dingen absolutely kunnen organiseren. Absoluut. Als we dus nog meer, als we genoeg donaties hebben, kunnen we het stuk gewoon herhalen. Voor de mensen die het misschien nu missen. Of een ander stuk. Er zijn een aantal op stapel. Dus als we het geld hebben. Kunnen we van alles doen. Kunnen we van alles doen. We willen wel. Maar het gaat dus echt om de kosten. Nee, het gaat lukken. Yes. For sure. Oké. Okay. Yeah. Nou, bedankt voor het komen. Sabrina en Latifa. Thank you. Dankjewel dat we erbij mochten zijn. Tuurlijk. Om gezellig met je te babbelen. Ja, toch? Nou, heel veel succes. En ik weet dat het gewoon twee prachtige avonden zullen worden. Zeker. Yes. Thank you. Thank you. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag waren Latifa en Sabrina van One Voice bij ons in de studio. En zij hebben op 31 mei en 1 juni een prachtige stage play. Die gaat over de Fearless Women of the Bible. En trust me, het gaat een mooi, mooi, mooi stuk worden. En het is relatable, dus je moet niet zeggen het wordt oh, denk verhaal. Because these girls worked on something very good. Dus als jij wil gaan, is het op 31 mei en 1 juni. Je moet je registreren. Ik heb je niet gevraagd hoe je moet registreren. Ja, men kan ons mailen op onevoiceharmony@gmail.com. En dan krijgen ze de nodige instructies voor de registratie. Oké. Okay. Yes.
Yes. Of een appje toch? Ja. Het nummer komt in beeld. Ja. Het nummer. Klopt. Ja. Ja. We gaan het gewoon fixen. Ja. Oké. Okay. Yes. Thank you. Nee, dan gaan we weer terug naar jullie. Want ze hebben het al gezegd. Je kan een mailtje sturen naar onevoiceharmony@gmail.com. En het nummer komt nu ook weer in beeld als je appje wil sturen. Dus de... Het aantal mensen dat kunnen komen is limited. Dus eigenlijk moet je gewoon nu direct appen of gewoon direct een mailtje sturen. Want anders ga je het missen. Maar als jullie willen dat er meer avonden moeten zijn. De toegang is zo goed als gratis. Maar met een donatie. En het is geen kleine. Mooie donatie. Kunnen ze ervoor zorgen dat ze uit de kasten komen. En nog meer van deze mooie stukken voor jullie kunnen neerzetten. So don't wait. Ga je registreren. Kom naar de show. En remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.